De scharrelkids van het IVN waren zondag druk bezig voor de vogels bij het tijdelijke natuurhuis aan de Delderse straat. Ze zijn hier voederbakken en vogelhuisjes aan het timmeren. En voor vogels die... Wat doe jij hier dan? Ik help hier een beetje, ik loop hier rond en dan help ik met timmeren. En ik ben een soort van hulpleider in opleiding. Is iedereen nog gevangen eigenlijk? Volgens mij wel, hè? Is die niet voor jou? Voor die? De kleine spijkers zijn het lastigste. Maar dan timmer ik een beetje voor en dan help ik met hun met de hamer vasthouden, de allerkleinste. Ik ben aan het timmeren en ik maak een voederplankje. En is dat moeilijk, timmeren? Ja. Maar kunnen vogels zelf dan niet een nestje bouwen? Ja, maar we helpen ze dan om een beschutte plek te vinden. En wat eten die vogels dan? Zaadjes en wormen. Wil je het samen proberen? Vind je dat niet eng, wormen? Jawel, dat is echt glibberig. Dat zijn wel glibberige dieren. En die voederbakken dan? Ik dacht dat ze wormen aten en zo. Ja, maar in de winter dat is het een beetje te koud voor de wormen ook. En dan kun je daar voedsel in doen, net zoals, vetbollen. Ze kunnen nu in het hert geen eten zoeken, omdat het heel koud is. Vind je vogels belangrijk? Ja, ze zijn wel heel goed voor de natuur en zo. Ze ruimen heel veel dingen op en zorgen voor dat insecten ook, dat je daar niet al te veel last van hebt, vaak. Er is Ranja en wat lekkers, dus jullie mogen deze kant op komen. Wow. Je mag ook baas. Wil je even dit zeren? Nee, ook niet. Jullie mogen even. Wat is dat dan? Ranja? Kom maar hier, dit is lekker.